Phishing is het ontfutselen van persoonlijke informatie om te frauderen met je bankrekening of identiteit. Het gebeurt meestal via nepmails. Criminele organisaties doen zich voor alsof ze van je bank zijn en sturen mailtjes waarin ze vragen naar bepaalde gegevens. Zo'n mail staat vaak vol spelfouten en kromme zinnen. Veel mensen hebben natuurlijk door dat deze mailtjes vals zijn. Soms gaan criminelen een stap verder. Ze sturen eerst zo'n slecht geschreven mail en later een goed geschreven en officieel ogende mail, voorzien van het logo van de bank. Hierin wordt gewaarschuwd dat criminelen hen een nepmail hebben gestuurd. Ter controle hadden ze nu alleen gegevens nodig om te kijken of nog alles in orde is. En omdat die mensen de nepmail nog kunnen herinneren, dachten ze dat deze mail echt was. Talloze mensen trapten natuurlijk daarin. Zo krijgen criminele organisaties behoorlijk wat namen, adressen, telefoonnummers, rekeningnummers en zelfs inlogcodes. Terwijl een bank nooit om die gegevens zou vragen. Maar zolang niet iedereen dat beseft, is phishing een goudmijn voor criminelen.